alles wat je doet in het digitale vlak heeft te maken met security. Wij zien een toename inderdaad in de cijfers van cybercrime aangifte. Dagelijks hebben we denk ik honderden meldingen per dag over cybercrime delict. En het is ook niet zo dat een bepaalde groep van organisaties, overheden of bedrijven het target zijn. Iedereen is een doel. Je bent bezig met persoonsgegevens, je bent continu bezig met analyses draaien. Daar komt een stukje ethiek bij kijken, van mag dat allemaal wel? Maar ook, hoe ga je dat beveiligen? De opleiding cybersecurity is zo belangrijk omdat we in Nederland best wel wat opleidingen hebben die zich richten op cybersecurity, maar heel veel op de procedurele kant. En wij richten ons echt op de technische implementatie waarmee je systemen weer veilig kan maken. Je hebt te maken met ontwikkeling van oplossingen. Je hebt te maken met onderzoek naar aanvallen. Je hebt te maken met klanten, bedrijven, overheden helpen met hun weerbaarheid te verhogen. Daar hebben we weer architecten voor nodig. Dus het is super interessant om in die materie werkzaam te zijn. We hebben goede docenten nodig, zodat onze studenten bewust worden van wat ze allemaal kunnen implementeren om systemen veiliger te maken, maar ook docenten die studenten kunnen trainen in de gedachtegang erachter. Wat ik mooi in deze opleiding vind, is de actualiteit van de onderwerpen. Alles gebeurt eigenlijk zoals het nu ook gebeurt en daardoor is het heel belangrijk wat we leren, aangezien het direct aansluit op wat we in de praktijk nu ook kunnen toepassen. De lesstof die ik geef in dit jaar kan volgend jaar of over 2 jaar achterhaald zijn. Dat betekent dat je continu na moet denken over wat is het meest relevant voor je student om mee te geven. Als ik nu kijk naar wat voor docenten hebben we rondlopen. Nou, er zitten een aantal docenten bij die echt vanuit cybersecurity komen. Maar we hebben ook iemand die zich ooit heeft gespecialiseerd in European Studies. Ikzelf kom vanuit marketing. De achtergronden zijn talloos. Maar uiteindelijk heeft al ons werk raakpunten gehad met cybersecurity. Wat ik zo mooi vind aan docenten die uit het bedrijfsleven komen, is dat ze echt heel veel ervaring hebben binnen de praktijk. En dat die docenten dat ook heel goed over kunnen dragen aan ons. En ik merk ook dat ze dat zelf heel leuk vinden om te doen. En het beïnvloedt ons op een hele goede manier, want wij kunnen heel veel met die praktijkinformatie. Het is mogelijk om het werk binnen de opleiding te combineren met praktijkwerk. Er zijn genoeg collega's die werken bijvoorbeeld 3 dagen in de week voor de hogeschool en 2 dagen in de week voor een bedrijf. Dat is ook iets wat we graag zien, omdat je dan in ieder geval met 1 voet binnen de praktijk blijft. En tegelijkertijd zie je studenten binnenkomen en binnen korte tijd ontwikkelen ze zichzelf zo enorm. Je ziet ze gaan van jonge pubers ineens naar startende professionals. En dat is heel belonend in het werk. Als je docent bent van een aantal ICT-studenten, dan is het eigenlijk een ontzettend mooi vak. Want je pakt dan je eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid om Nederland ook een stukje veiliger te maken. Op het moment dat je voor klas staat met 30 studenten, krijg je 30 perspectieven op dat ene onderwerp wat je aan het behandelen bent. En het zal altijd zo zijn dat de student net die ene vraag stelt die je zelf niet had kunnen bedenken. Dus je leert er zelf ook ontzettend veel van. Word jij mijn docent? Ga naar onderstaande site voor meer informatie of solliciteer direct. Word jij mijn collega? Ga voor meer informatie naar onderstaande site of solliciteer direct.